Somalia iyo sidii ay istaagal ula sameeyeen lahaayeen kooxaha kala duwan ee kubada cagta ee heer kala duwan ee dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Hadaba shirkani waxa nala jooga oo marti inoogu ah gudoomiyaha heer kubada cagta ee Soomaaliyeed waa Cabdiqani Saciid Carab, waxaana shirkan soo abaabulay si wada jir ah dalada guud ee ay ku midaysan yihiin ururada Soomaalida ee dalkan Holland iyo xirir kubadda cagta ee Soomaalida. Haddaba shirkan ayaa noo furmaya, waxaana marka hore aan u yeerayaa Hanad Maxamed oo ka mid ah guddiga qabanqaabada shirkan isbarashada ah. Hanad, ku soo dhawow. In het Nederlands, jongens, zodat de rest ook kan begrijpen. Ik heb de meeste van jullie zelf benaderd. Reden is, ik heb een tijdje geleden bij een toernooi georganiseerd, 2 weken geleden. En daarvoor hebben we kennis gemaakt met de voorzitter van de Somalisch Voetbalbond, de heer Abdirani Al-Arab. En die wilde gewoon met jullie kennis maken. Die wil proberen de jongen van Nederland, de Somalische jongen die voetbal in Nederland samenbrengen. En proberen gewoon dingen voor ze te doen, zodat ze eigenlijk zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Mocht het zo zijn op het gebied van voetballen, maar ook gewoon sociaal als ze iets tekort komen. Op het gebied van nationaal elftal wil hij die kloof tussen de Somalische jongen en die in Nederland verblijven en diegene in Somalië eigenlijk verkleinen. En dat is eigenlijk de reden waarom we hier zijn. Ik heb een tijdje geleden hebben we dit samen georganiseerd. Samen met de heer Ali Awaai, de heer Arab en de rest van deze jongens. Dus ik heet jullie allemaal welkom. Ik hoop dat jullie het een leuke dag vinden. En dan geef ik het daarna weer terug. Hanad oo runtii noo sharaxay ujeedada shirkani iyo waxa laga leeyahay danta. Markana waxaan aan halkan ku soo dhaweynayaa masraxa si uu noogu ramo Cali Waare, gudoomiyaha dalada guud ee EFSAN. Waxaan filayaa inaad Cali Waare si weyn u taqaanaan. Cali Waare, waxa uu noo sharaxayaa EFSAN waxa ay tahay iyo shaqada ay dalka Holland ka hayso. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Afgooye, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo Hanad oo runtii nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad u firfircoon oo runtii sanadihii lasoo dhaafay aad u suurtageliyey in dhalinyaro Soomaaliyeed oo idinkaad ka mid tihiin oo runtii isboortiga aad iyo aad u daneeya ama ciyaara inuu suurtageliyey inuu isku keeno oo igu dambeysay kii hadda ka dhacay magaalada Nijmegen oo maanta aan joognay kasoo qayb galeen 16 kooxood runtii Hanad, arintaas waxaan jecelahay inaan xuso in aad iyo aad ugu mahadsan yahay howlahaas uu qabtay. Hawsha maanta aan isugu nimidna sidoo kale in hirgasho qayb weyn ayuu ka qaatay. Marka waxaan jecelahay inaad sacab siisaan Hanad, aad iyo aad ugu mahadsan yahay. Anigoo ku hadlaya magaca dalada guud ee EFSAN, runtii waxaa sharaf noo ah inuu maanta nala joogo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab oo ah ninka halkaas fadhiya oo isbaran doontaan. Runtii Cabdiqani, arrimaha isboortiga gaar ahaan kubadda cagta, waxyaabaha uu ka qabtay sanadihii lasoo dhaafay iyo waddankeenna oo aad ogtihiin sanadihii lasoo dhaafay dagaalkii dhibaatadii, haddana runtii arrimaha isboortiga gaar ahaan kubadda cagta meesha uu soo gaarsiiyey waqti fara badan, dadaal fara badan oo asiga asxaabtiisa ay geliyeen, runtii ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo. Runtii aad iyo aad markii anigu gaar ahaan aan akhristay runtii waxyaabihii uu qabtay oo qaarkood aan arkay, aad iyo aad ayaan ula yaabay. Marka waxaan dhihi lahaa Cabdiqani, runtii afka Hollandeeska waxaa loogu yeero waa held, marka asiga laftigiisu wuxuu mudan yahay in loo sacbiyo. Adigana runtii dadaalka aad muujiseen inaad halkan timaadaan oo kulankan aad kasoo qayb gashaan waa ku mahadsantiin, sababtoo ah waqtigiina ayaad soo horteen. Laakiin waxaan jecelnahay inaan kala faa'iidaysanno maadaama uu nala joogo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani, inaad isbarataan idinkuna aad tihiin runtii dhalinyaro perspektiif ku leh arrinta kubadda cagta.
inaad isbarataan oo runtii isbarashadaasna aan jecelnahay inay ka dhalato arrin la kala faa'iidaysta labada dhinac oo ah siday suurtagal ku noqon lahayd xataa in waddankii aad ku xirantaan oo aad iyo aad laydinku baahan yahay kulley arrintaas iyadana waxaan nooga sheekayn doona guddoomiye haddii la hiro haddii aan gabagabadii aan ku soo gabagabeeyey kulley waxaad maqasheen dalladda ifsan ifsan waa dallad guud oo runtii ay ku midaysan yihiin ururada soomaalida ee localka ah ee ka jira waddanka holland ujeeddada ugu muhiimsanna waxay tahay in dadka soomaalida ah ay isku xirnaadaan waxna wada qabsadaan taasaa ugu muhiimsan iskana warqabaan runtii gaar ahaan wixii iyaga baahidooda ah sidii looga dhaadhici lahay dowladda holland dadkeennu dhibka ay qabaan haddii fariin loo gudbinayo haddii ayaga laga soo qaaday waddanka aan ku noolnahay in caruurteennu ay wax ku bartaan wixii shaqaysan kara inay shaqaystaan afka holandeeska in la barto wixii business inaan noqonno qayb ka mida mujtamaca annagoo iskaashanayn inaan ka shaqayno taas ayay ifsan ku dhiirigelisaa dadka marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhallinyaro soomaaliyeed oo halkan ku dhalatay ama ku kortay oo runtii aad u firfircoon oo soo gaaray inay levelkaas sportiga maanta ay soo gaaraan waxaan jecelnahay inaan hore usii socono by saint trots of yuli bidangt aada u mahadsan yahay cali waare guddoomiyaha dalladda ifsan waxaan filayaa inaad si fiican aad u fahanteen hawsha ifsan kolle waxaan filayaa afka soomaaliga si fiican u fahmaysaan marka looma baahno inaan luqad kale ku hadalno waa yahay markana waxaa isna aan u yeerayaa inuu halkan hadallo ka soo jeediyo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta ee soomaaliyeed waa cabdiqani saciid carab oo runtii aada wada maqasheen ama aad taqaniin inta aan aragna maanta halkan ay ku arkayaan cabdiqani waxa uu kaalin mugleh uu ka soo qaatay sidii loo horumarin lahaa kubadda cagta ee soomaaliya marka cabdiqani waxaan leenahay mar kale soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وغرينتي هرتوحة فرحادية إن آن حالكا نكوكو لنو إلهي أيان ما هاتسك لين حالكا نكوكو لنو مركي حكتن هرتا ربضان ونكس أنا يسيد اللي نشاقي magacaygu waa cabdiqani saciid carab waxaanan ahay hadda guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya qodobka hadda aan ku jirnana waa qodob ah isbarasho kolley dadka dhan inta jooga waa is wada baran doonaan dadka miiskan keliya fadhiya lama baran doono kulli waa isbaranaynaa inta joogta dhammaanta waa is wada baranaynaa qof kastoo inta fadhiyana kolley asaas isheegi doono waxa uu yahay meelna haddii isugu yimaado wax laga bilaabo ugu fiican waxay tahay in la isbarto magacayga waa idin sheegay positionkeyna waa idin sheegay kubadda cagta soomaaliya ee hadda guddoomiye ka ahay laga soo bilaabo 13 August sanadkii 2014 oo ilaa haddana aan guddoomiye ka ahay waxaas iiga horreysay oo shaqada kubadda cagta aan si caadi u bilaabay 1993 ayaan si caadi u bilaabay kubadda cagta anigoo soo maray heerar kala duwan oo dhinac maamulka ah aniga cayaartoy caana ma noqon oo cayaaraha meel fiican ka gaarin laakiin waxaan noqday nin tababarka maamulka xagga hoos kasoo bilaabay kubadda cagtuna waxaa ogtihiin inay leedahay maamul iyo farsamo iyo garsoor ay leedahay ninna maamul ku bartaa ninna farsamo bartaa waa cayaartoyga ninna garsoor ku bartaa waa ninka dhexdhexaadinaha xilliyadaas 93 ilaa ay maanta aan joogno waxaan si guud ugu dhex jiray kubadda cagta waxaan u maleynaa inay tahay muddo 23 sano intaas kubadda cagta soomaaliyan joogay kuna shaqaynaya waddan kastana wuxuu leeyahay
urur kubad cag uu leeyahay. Waan geli doonaa barnaamijka inta dambe way noo dambaysaa. Laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso keliya isbarashada intaan ku dhex jirno. Ugu horeyn kulankan aan isugu nimid inaan horta uga mahadceliyo marka u horeysa Ilaahay, marka ku xigtana kulankan suurtagalkiisa wuxuu ku yimid marti macnaha ay sheegeen abaabulka koowaad oo iska lahayd EFSAN ururka hadda halkan jooga aan aad uga mahadcelinayo. Marka aan hore u wada hadalnay sida ay u aqbaleen inay abaabulkan sameeyaan, waxaa asna sidoo kale si gaar aan rabaa inaan ugu mahadceliyo hanad oo runtii waqti badan geliyey, si gaar waqti badan u geliyey isku imaashahan iyo isku xirka meesha hadda aan joogna, isagana si gaar ugu mahadcelinaya. Intaa kadib waxaan rabaa inaan isbarashada ku koobo, kadibna aan brogramyadeena kale koley way noo socon doonaan inaan isku soo noqonay dii la yiraahdo. Waa mahadsantihiin. Aad u mahadsan yahay Cabdiqani Saciid Carab, gudoomiyaha xiriir kubadda cagta ee Soomaaliyeed oo runtii si faahfaahsan uga hadlay taariikhdiisa iyo hawsha uu ka hayo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed. Now I'm calling Alexander Bursak. He is one of the guests. Welcome. Dankjewel voor deze mogelijkheid. Ik denk iedereen is met Nederlands goed. Thank you for the invitation, Mr. President. Ik zal proberen met zo snel en zo luchtig mogelijk even uit te leggen hoe het leven van de makelaar is of wat er allemaal gedaan moet worden, hoe dat in de wereld gezien wordt en wat er allemaal gedaan wordt voor de spelers en hoe de spelers de juiste keuzes kunnen maken wanneer ze kiezen of wanneer de tijd rijp is om een makelaar te kiezen. De slides. Nou, goed, ik zal even over mezelf beginnen. Dat is sowieso de eerste slide. Ik ben Alexander Bursak. Ik ben geboren in Joegoslavië. Inmiddels zijn dat zes landen. Mijn vader heeft van 1974 tot 1980 bij Vitesse gevoetbald. Ik was niet goed genoeg, dus ik heb een jaartje bij NEC gevoetbald. En daarna ben ik 2 jaar bij Alemannia Hagen, tweede Bundesliga. En ongeveer 8 jaar België, hoogste niveau, 1 na hoogste niveau. Altijd bij een club, Loker een jaartje, 3 jaar bij Lommel en ongeveer 6-7 jaar bij Desselsport. Dan moet ik even kijken hoe dat functioneert. Dus deze is dan verder. Ja, kijk. En ik ben gestopt in 2003 na mijn operatie van de patella. Ongeveer 5 jaar een beetje geïnvesteerd, een beetje dingen gedaan. Eigenlijk gezocht wat ik zou doen. In 2008 licentie gehaald. En toen ben ik begonnen met mijn bedrijf Perfect Element om spelers te begeleiden. Toenertijd moest je nog een licentie hebben. Toenertijd waren er ongeveer 60 makelaars in Nederland. En in Duitsland 70 en in Engeland ongeveer 70. Inmiddels zijn er in Nederland intermediairs, ik denk wel meer dan 250 geregistreerd. En in Duitsland is het precies hetzelfde verhaal. Dat maakt het niet makkelijk. Niet makkelijk voor de clubs, niet makkelijk voor de spelers, niet makkelijk voor de makelaars, voor de bedrijven enzovoort enzovoort. Het kost nu heel veel meer tijd en veel meer geld om te netwerken en spelers te begeleiden. Mijn bedrijf heeft 3 kantoren. Kantoor in Oosterbeek, kantoor in Vukovar, Kroatië en een kantoor in Shanghai. We zijn met 8 man. Wat hebben wij in dienst? We hebben een accountant en een fiscalist in dienst. We hebben een jurist en een advocaat in dienst. Uiteraard is de advocaat niet fulltime bij ons op kantoor, maar die heeft zijn eigen kantoor. Maar die doet alle voetbalzaken voor ons. Dus bijvoorbeeld een rechtszaak bij de KAS voor Skodra Metaj recent. Heeft 1 jaar lang in Albanië gevoetbald. Niet zijn geld gekregen. Na zo'n beetje
half jaar procederen heeft hij wel al zijn geld gekregen. Plus kosten, plus interest. Dat zijn dingen, dat gebeurt vaak in landen buiten de EU. Dus dat is iets waar je heel goed naar moet kijken op het moment dat je contracten tekent. Collega's, sommigen zijn bekend, sommigen zijn minder bekend. Maar in ieder geval allemaal mensen met een voetbalverleden. En mensen die heel veel in het voetbal bezig zijn. Wedstrijden bekijken, wedstrijden zien. En in ieder geval een goede speler bij de juiste trainer kunnen onderbrengen. Of de juiste club kunnen adviseren voor de juiste type profiel die ze nodig hebben op dat moment. Er is natuurlijk heel veel kritiek op een makelaar. Makelaars zouden te veel geld verdienen. Makelaars zouden het belang van de speler niet centraal hebben. En makelaars zouden heel veel geld uit de voetballerij halen. Dat is in de tijd dat de licenties nog bestonden, was dat veel en vele malen minder dan dat dat nu is. Nu heb je ook heel veel te maken met intermediairs die eigenlijk een andere business hebben, toevallig een buurjongen kennen en heel graag een deal willen doen om die jongen onder contract te brengen bij Heracles, bij PSV of ergens in het buitenland. Dat kan. De markt is vrijgegeven. Alleen er komt heel veel bij kijken wat men als speler nog niet bewust van is. Op het moment dat jij de grens overgaat, zijn er een aantal dingen die daar meespelen. Bijvoorbeeld de opleidingsvergoedingen. Bijvoorbeeld je fiscale impact. Wat moet jij aan belasting betalen in het buitenland? En wat ben je nog schuldig in Nederland? Ga je een huis kopen in Nederland, maar je leeft in het buitenland? Kom je dan weer terug? Dat zijn allemaal dingen wat je heel veel als een speler heel veel geld kan kosten, maar waar je ook heel veel op kan besparen als je het op een juiste manier doet. Dus voetbalmakelaar is niet alleen maar een club bellen of wachten totdat een club belt en dan een speler naar die club brengen. Het is heel veel netwerken, heel veel praten met clubs, met verschillende mensen binnen een club. Als jij bijvoorbeeld een speler weet voor PSV, dan kan ik bijvoorbeeld Brands bellen, dat is technisch directeur van PSV. Maar ik wil ook weten of dat profiel goed bij PSV past. Dus dan ga ik een scout bellen van PSV en kijken van ja, welk profiel wil de technische staf nou liefst. Zodat ik niet voor niets bel, dat ik niet met de verkeerde naam bel of met de verkeerde profiel ga bellen naar die club. Je hebt zelfs een boek, De Voetbalmakelaar, waar alle anekdotes in staat van goede dingen en slechte dingen. Daar staat zelfs een stukje van mij in. Volgens mij, ik werd ooit in 2009 of 2010 aangeklaagd door een speler dat ik dus niet juist zijn, dat ik een fout zou hebben gedaan. Dat was, ik ga de speler niet noemen, dus als je het boek leest kom je het vanzelf wel tegen. Maar in ieder geval, ik had toen voor de KNVB die zaak gewonnen en ik vond het ook sneu voor die speler. Want die speler was door zijn nieuwe begeleiding geadviseerd om een rechtszaak te beginnen terwijl er juridisch geen gronden voor waren. En eigenlijk, wie is de dupe daarvan? De speler. Kijk, als je fout bent, dan ben ik hartstikke goed verzekerd en dan betaalt mijn verzekering mijn fout uit en dat is, gaan we vanuit, ik niet, maar ook een elk respectabele makelaar doet dat niet expres. Maar in dat boekje kun je allerlei anekdotes zien van goed en slecht. En dat zijn, dat is leuk om een keer door te lezen. Maar het feit is wel, je hebt goede makelaars en je hebt slechte makelaars. Net zoals als je een huis gaat kopen, je hebt goede makelaars en je hebt slechte makelaars. Ik zal proberen uit te lichten hoe je kan kiezen. Eén ding wat heel duidelijk is, voetbal is big business. Heel big business. En iedereen wil eraan verdienen en dat is legitiem. Iedereen die een bijdrage levert, mag eraan verdienen. Maar wat we niet uit het oog moeten vergeten, het gaat om de voetballer. Het gaat om de speler. Dit zijn de laatste topdeals in Engeland, bovenin. En als je dat beetje bij elkaar optelt, en dan heb ik het alleen maar over de grootste deals in de afgelopen 3 jaar in Engeland. Dan kom je ongeveer 500 miljoen. In de jaren 80 waren twee beste spelers van de wereld. Maradona die ging 2 keer van Boca Juniors naar Barcelona voor 3 miljoen. En dan een keer voor 5 miljoen. En Ruud Gullit ging voor 6 miljoen naar AC Milan. Dat waren bedragen, daar viel iedereen van de stoel af.
Maar als je dat vergelijkt nu een beetje, ook al pak je de interest rate en de inflatie mee, dan kom je belangen na niet bij 500 miljoen. En ik weet niet of iedereen van jullie bijvoorbeeld John Stones kent van Everton, maar die ging van Everton naar Manchester City voor 55 miljoen. Dus we hebben het nog niet eens over de beste van de beste op dit moment. En ik schat in, als Messi zou moeten veranderen van club, dat dat een operatie misschien van een miljard euro zou zijn. Voordat hij van ene club naar de andere club verandert. Als dat überhaupt nog mogelijk is. Want ik geloof niet dat iemand durft hem te verkopen uit Barcelona. Dus voetbal is big business. Gaat veel geld in om. Het allerbelangrijkste is dat het allergrootste gedeelte van dat geld naar de speler moet. En dat is heel belangrijk op het moment dat je aan tafel zit en weet van hey, ik ga daarheen, ik kan daar heel veel geld verdienen. Ik wil wel weten, mensen die jou begeleiden of die transfer doen, die mogen daaraan verdienen, maar het moet allemaal in verhouding zijn. Nou, wat doet een goed makelaarsbureau? Waar zijn ze mee bezig? Eigenlijk het grootste gedeelte zijn ze aan het netwerken. Dus ze zijn met clubs aan het praten, ze vliegen naar die clubs, ze praten met die clubs, ze bekijken de wedstrijden en tegelijkertijd doen ze heel veel wedstrijden kijken van hun eigen spelers. Dat doen mensen uit het bureau, dus dat is niet alleen ik kan overal zijn, maar ook de mensen die bij me op kantoor zitten, die bekijken de spelers die wij begeleiden zoveel mogelijk en praten met die spelers zoveel mogelijk, regelen schoenencontracten, staan de media te woord, helpen in ook andere dingen, belastingen, als het een jonge speler is met school, met extra training, met sportpsychologie. Want wat inmiddels iedereen achter is gekomen, dat mentaliteit is ook talent. Vroeger zeiden ze, als een goede voetballer maar had geen mentaliteit. Maar daarom is die niet goed genoeg. Dus dat is heel belangrijk, werd heel vaak onderschat. Focus hebben dat je elke wedstrijd alleen denkt als speler naar de eerstvolgende wedstrijd. Niet wat je over 6 maanden gaat doen en niet wat je transfer kan zijn. Nee, je moet weten wat je volgende wedstrijd is, wie jouw directe tegenstander is, hoe je die wedstrijd gaat spelen. Dat is heel belangrijk. En dat is niet makkelijk. Wat doe je? Heel veel juridisch. En ook administratie van spelers. Als je in Nederland voetbalt, is dat niet zo ingewikkeld. Op het moment dat je naar het buitenland gaat, wordt dat heel erg veel ingewikkelder. Nou, hoe ziet zo'n aanloop aan als een bureau een transfer wil doen? Dan denken mensen van, oh, 1 juni of nu 9 juni begint de transferperiode. Oh, dan begint het en dan mag je dingen gaan doen. Dan ben je veel te laat. Alle goede clubs weten in november al welke profielen ze in de zomer gaan halen. Dan hebben ze een lijst van spelers, die wordt ververst, die wordt veranderd, maar dan weten ze welke posities ze van de zomer als spelers gaan hebben. En die enkele die door blessures komen of doordat ze toevallig een speler verkopen en dat ze dan, als ze die spits verkopen, dan een nieuwe spits moeten hebben, dat klopt, maar dat is maar een paar procent. Over het algemeen weet elke goede club in november al welke positie ze van de zomer gaan aankopen. Welke spelers er weggaan. Dat betekent ook dat als een respectabel makelaarsbureau je met die clubs moet gaan praten en ook moet weten welke clubs wat zoeken. En dat proberen we en dat doen wij ook door al die clubs te bezoeken. Dan weten we ongeveer welke profiel ze waar nodig hebben. 3/4 van de periode in het seizoen ben je dus wedstrijden aan het kijken, aan het praten, totdat je weet, als dat aangeboden profiel past, dan ben je in de laatste maand, december, ben je bezig om het contract goed in te vullen. Want heel 90% van de deals zijn de voorwaarden al voordat de transferperiode begint bekend. En die laatste 5-6% die onderhandel je aan tafel omdat de speler de club wil zien, met de trainer wil praten en zijn een aantal dingen die je eist dat de club niet wil. En vervolgens komt dat wel of niet door en dan teken je wel of niet de speler. Maar zo gaat dat elk jaar
weer opnieuw, of elk half jaar gaat dat weer opnieuw. Je hebt ook te maken met spelers die gehuurd zijn, die weer terug moeten. Je hebt ook te maken met clubs die je bellen, die zeggen van jouw speler die is niet goed genoeg, of jouw speler heeft zich niet goed gedragen, of jouw speler willen we liefst verkopen, of heeft zich een club gemeld voor jouw speler en we willen daar een hele goede transfersom uithalen. Nou, dat betekent dat de club jou belt, dat je met je speler gaat praten en dat je probeert voor alle partijen een zo goed mogelijk transfer of deal van te maken. Nou, hoe ziet de toekomst een beetje uit? Kijk, iedereen heeft internet. Iedereen, 99% van de bevolking in West-Europa heeft WhatsApp. Ook makelaars die hebben digitaal toegang tot alle statistieken van alle spelers. Dus ik hoef niet meer een speler zomaar te bekijken. Ik kan naar InstatScout gaan en ik kan op InstatScout precies zien wat die speler loopt gemiddeld per wedstrijd. Welke posities die heeft gespeeld, hoe die heeft gespeeld en hoeveel minuten die heeft gespeeld. Dus ik hoef alleen de naam en achternaam te weten en ik kan dat zien. Tegelijkertijd worden spelers helemaal gek gewhatsappt en gebeld door allerlei makelaars en mensen die ze willen begeleiden, die een club voor ze hebben en die ze beter willen maken. Wees daar heel voorzichtig in. Kijk, om goed een speler te begeleiden kost heel veel tijd en energie en geld uiteraard. Dus elk respectabel bureau gaat heel goed kijken, scouten of een speler goed genoeg is. Als die speler goed genoeg is, dan kunnen we al die facetten en al die elementen van de business kunnen we gebruiken. Juridisch, accountant, fiscalist, omdat die speler genoeg talent heeft om betaald voetbal te halen. Dus laat je niet gek maken door allerlei mensen die je gaan bellen of appen en die zeggen van nou, we hebben nu een oplossing voor je, dat gaat je leven redden. Dat is niet zo, dat heeft allemaal tijd nodig, dus wees verstandig. Belangrijk, neem de tijd. Als iemand jou belt of appt of bij de wedstrijd staat, neem de tijd. Laat hem bewijzen. Laat hem concreet worden. Als hij zegt, ik heb een club voor jou. Nou, laat hem vertellen welke club. Kijk, ga niet meteen contracten tekenen. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb contracten getekend op het moment dat er vertrouwen daar is. Op het moment dat een club mij vraagt die speler te brengen. En inmiddels moet je een contract hebben met een makelaar. Wil je speelgerechtig zijn. Dus, maar ga dan niet tekenen zolang je niet aan tafel hebt gezeten met een club. Wees daar, pak je tijd daarvoor. En denk wat heel belangrijk is, denk aan succes. Denk niet aan geld. Je moet 15 jaar betaald voetbal proberen te spelen. 15 jaar. Ga niet denken dat je met 22 een groot contract in Turkije en dat je daarmee alles, of in Turkije of waar dan ook, dat je daarmee alles geregeld hebt. Dat is niet zo. Zorg ervoor dat je die stappen maakt. Wees realistisch. Kijk, als voetballer had ik ook, dacht je altijd dat je iets beter bent dan dat je werkelijk bent. En dan denk je, ja, waarom maak ik die stap niet? Pas als je stopt, pas als je van een afstand kan bekijken, dan zie je van, nou, het is goed zo geweest. Ik was niet zo goed. Dus daarom moet je ook goed kunnen vertrouwen op mensen om je heen die verstand van voetbal hebben. Die weten gewoon, je bent nog niet zo goed. Of je moet nog niet daarheen, je moet die stap tussen maken. Geld verdienen doe je over 15 jaar, als je genoeg voetbaltalent hebt. En wat je ook, je gevoel moet goed zijn en zorg dat als je niet een intermediair kiest, dat een geregistreerde intermediair is bij een voetbalbond. Dat betekent dat hij geregistreerd is, dat hij bekend is bij een voetbalbond. Of dat de Nederlandse voetbalbond is, of de Duitse, of de Engelse, of de Italiaanse, maakt niet uit, maar dat hij bekend is. En kies altijd voor een bedrijf, of veel voor een bedrijf, niet omdat die man aardig is of niet omdat die man mooie verhalen vertelt. Kijk hoe die jou kan helpen, niet alleen in de voetbal, in het brengen van die nieuwe club. Kijk even, onderzoek, kijk op internet, wat heeft die man gedaan? Wie heeft die, welke deals heeft hij, welke transfers heeft hij gedaan? Of dat bedrijf. Dat is heel belangrijk in je keus. En dan is het je gevoel. He, je gevoel voor, net zoals in voetbal, gevoel voor de ene club is meer dan voor de andere club. Wat ik uit Arnhem zou zeggen, gevoel voor Vitesse is anders dan het gevoel voor NEC. Maar dat zou ik hier niet mogen zeggen. Maar dat is het. Zo is het ook met makelaars, de keus die je maakt als je voor een bepaalde makelaar kiest. Nou,
Wat doet een makelaarsbureau? Wij, net zoals wij, zo zijn er heel, een aantal hele goede in Nederland. Nou, je doet management van spelers. Je scout soms voor de clubs. De clubs bellen soms ons en vragen van, kun je naar die en die speler kijken? Die lijkt ons interessant. En ze vragen ook bij welke makelaar die zit. En dan zeggen wij ook netjes, nou, die zit bij die en die makelaar. Dat is het telefoonnummer. Of ze zeggen, nou, we willen het via jullie doen. Dus bel die makelaar maar. En zo gaat dan, en dan komt het tot een deal. Maar het gaat om de speler. Altijd. Nou, wat doen wij? Wij begeleiden een aantal spelers. Die zijn een beetje bekend. Er zijn er nog veel meer, maar ik heb ze niet allemaal willen erop zetten. Dit zijn de spelers die wij begeleiden. Bojan is van Stoke naar Mainz gegaan recent. Die gaat nu terug naar Spanje. Wil niet bij Mainz blijven. Alex Buettner is teruggekomen naar Vitesse vanuit zijn hele... vanuit Manchester United, de Dynamo Moskou. Ismail Esati zat bij Terek, zit nu bij Alanya, Alanyaspor, loopt uit zijn contract. Heeft een nieuwe aanbieding van Terek gekregen, maar waarschijnlijk wil hij daar niet heen. Dus we zijn in onderhandeling met een Nederlandse club, met een Roemeense club, met een Turkse club. En Nasser Barazit is transfervrij en daar hebben zich een aantal clubs voor gemeld, maar nog niet met het salaris die hij wil verdienen. Nasser heeft is met 18 een debuut gemaakt bij Arsenal. Heeft toen een schouder uit de kom gekregen, is toen een heel seizoen naar Derby County gegaan, Championship, naar Vitesse gekomen, huur van Arsenal, en een heel slecht seizoen gedraaid. Heel slecht seizoen. Toen hebben we geadviseerd van het beste voor jou is om weg uit Nederland te gaan, omdat jouw eerste seizoen impact was niet goed. Dus die naar Austria-Wien gegaan, anderhalf jaar geweldig gevoetbald en een vierjarig contract verdiend bij Monaco. Met een geweldig inkomen, alles was goed. Raakte geblesseerd. Toen kon hij ook vanuit Monaco naar Turkije of naar een andere club. Toen hebben we gezegd, ga terug naar Nederland, je hebt nu naam gemaakt. Terug naar Nederland, herstel goed en we maken de volgende stap. En dat heeft hij nu 3 jaar gedaan en hij is nu klaar met 27 jaar voor een volgende stap. En nou ja, daar is hij volwassen en verstandig genoeg om geduldig te zijn om de juiste keuze te maken. We begeleiden ook een aantal spelers. Helaas zijn ze allemaal nu wel zonder contract, dus we hebben heel veel werk om ze een nieuw contract te bezorgen. Maar ze zijn allemaal, behalve Ruud Knol trouwens. Ruud die zit nog bij Vitesse, maar die was van onder 16 naar tweede verplaatst. En die blijft volgend jaar bij tweede van Vitesse. Nou, we doen ook wat sponsoring. We hebben sponsor gedaan van Achilles. Waarom? Omdat we een aantal jonge talenten daar wilden plaatsen. Heeft niet gebracht wat we wilden hebben, dus we stoppen er volgend jaar mee. Maar we hebben het 2 jaar gedaan. We hebben een nieuwe sponsor van Feyenoord gebracht. We zijn ook voor Feyenoord gelicenseerd om in China naar sponsors te zoeken. Dus die relatie is heel goed met Feyenoord. Nou, nog een aantal event management die we gedaan hebben met een aantal merken, met voetballers enzovoort. Dus ik heb, als jullie vragen hebben, schiet. Ik sta hier, ik zou graag alle vragen willen beantwoorden. Ook spannende vragen, ook vragen over hetgeen wat ik net verteld heb. Ja? Vertelt u wat je doet zo als makelaar zijn, maar wat is dan de link met wat wij doen, zeg maar, als voor Somalië? Ja, goed, hele goede vraag. Ik ben natuurlijk ook heel veel in landen zoals Joegoslavië was ooit een voetbalbond. Het is helemaal uit elkaar gevallen. 24 jaar geleden begon de Kroatische voetbalbond en de Bosnische en de Servische voetbalbond. Die zijn ook op een niveau gekomen waar misschien iets hoger niveau dan waar de Somalische voetbalbond zit. Maar de Somalische voetbalbond nu zit ook waar 15 jaar geleden of 20 jaar geleden Ghanese voetbalbond zat. Of de Cameroense voetbalbond. De weg daar naartoe, naar succes en
om Somalië ooit een keer naar de WK te krijgen, is ongeveer hetzelfde wat al die landen hebben meegemaakt. De ervaring, ik heb dat meegemaakt, ik heb dat gezien. En ik denk ook dat je heel goed, door heel goed te selecteren in West-Europa, jongens met Somalische roots, die ook voetbaltechnisch goed zijn, door hier te beginnen om een team te vormen, dat je heel goed en heel veel toegevoegde waarde kan hebben in dat proces om Somalië op een WK-niveau te krijgen. En ik denk, en dat is ook de reden waar ik uitleg hoe het een voetbalmaker is, eerst voor de voetbalspelers. Maar daarnaast denk ik dat er met het netwerk in West-Europa of in heel Europa met de trainers een bijdrage kan leveren aan de Somalische voetbalbond. Graag gedaan. Goeie vraag trouwens. Nog vragen? Kun je makkelijk worden? Hoe kun je makelaar worden? Nou, dat is niet zo moeilijk. Nee, dat is ook een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Vroeger moest je een licentie halen, dus dan moest je leren voor en dan moest je een licentie, uit je een test. En dan slagingspercentage was ongeveer 5%. En als je dat slaagt, dan werd je voetbalmakelaar. Inmiddels is dat niet zo. Je moet naar de gemeente gaan en je moet een bewijs van goed gedrag halen. Ja. Op het moment dat je dat hebt, dan kun je naar de KNVB gaan en betaal je €500. En dan ben je voetbalmakelaar. Maar goed, dan begint het. En dan ga je naar spelers, naar clubs. En dan ben je één van de 500. Dus dat is niet makkelijk. Dus je moet heel veel doen, heel veel reizen, heel veel relaties opbouwen voordat je... Dus het kan soms een jaar of twee jaar duren voordat je überhaupt een speler hebt getransfereerd of mee mogen doen aan een transfer. Het is niet makkelijk, maar goed gedrag, certificaat van goed gedrag, €500 en dan ben je in Nederland geregistreerd. Wil je zaken doen in Duitsland, moet je je daar ook registreren. Wil je zaken doen in Frankrijk, Dan moet je met een Franse agent zaken doen. Je kunt Frankrijk niet meer direct zaken doen. En in Engeland, als je in Engeland zaken wil doen, moet je in Engeland geregistreerd zijn. En dan moet je weer €500 betalen. Dus als je in alle landen zaken wil doen, dat is 500 maal 10, 15 keer. Dus dat is het ongeveer. Mijn vraag is gerelateerd, is dat we zijn hier voorzitter hier. Ja. Van voetbal Brugge. Ja. En hier de generatie van Somalische voetballers. Ja. En mijn vraag is dat gewoon, hoe maak je een link in de toekomst? Nou, ik heb Aziz een aantal keren zien voetballen bij Vitesse en onder Theo Jansen. En dus hij is wel bekend bij ons. Maar ik kan zo opnoemen, maar dat ga ik hier niet doen. Hele goede dingen en minder goede dingen waaraan hij moet werken. En zo. Maar zo scouten wij. En hij is vast wel benaderd door agenten. En misschien heeft hij ook al een agent. Maar dat is hoe wij werken. Dus wij kijken echt niet één keer. En niet toevallig omdat we buurjongetjes. Maar we kijken echt heel vaak voordat je met iemand in zee gaat. Want het werkt allebei de kanten. Ik wil me 100% geven aan de speler. En dan verwacht ik ook van de speler dat die vertrouwen. Dat we naar elkaar toe vertrouwen opbouwen. En als hij niet goed genoeg is, dan kan ik dat niet 100% doen. En ik zeg niet dat hij niet goed genoeg is, maar hij is nog heel jong. Hoe herken je slechte makers? Ja, weet je, ook als je op straat loopt, dan herken je goede mensen van slechte mensen. Als een makelaar komt en zegt, ik heb een club voor jou, ik kan alles voor je regelen. Pak je tijd. Ga niet meteen beslissen. Hij komt dan weer terug. Hij komt dan misschien een week lang. Komt hij ervan. Langzaam hoor je van andere spelers hoor je dat hij goed is of slecht is. Of je hoort dat hij een transfer heeft gedaan of niet een transfer heeft gedaan. Dus dat komt naar boven. Maar ga niet meteen beslissen van met die makelaar wil ik in zee gaan. Want op het moment dat jij heel goed bent, dan word je helemaal plat gebeld. Niet alleen jij, je ouders, je familie, je broers, iedereen wordt plat gebeld. Maar je moet gewoon goed kijken welke makelaarsbureau is echt waar je van denkt, nou ja, die hebben een aardig wat. Want het is ook niet zo dat als je makelaarbureau hebt met heel veel spelers, dat een goed makelaarbureau is. Want misschien hebben ze geen tijd voor jou.
Dus je moet wel iemand kiezen die en tijd voor jou heeft, maar ook zich heeft bewezen in de voetballerij. Maar het is je gevoel. Dus... meer zijn, dank je wel en thank you for the opportunity. En shaqadiisa oo ah in uu u dhaxeeyo kooxaha Europe ka ciyaara iyo sida loogu soo xuli lahaa ciyaartoo kala duwan waa shaqo aad muhiim u ah gaar ahaan idinkayd qoseysa. En markana waxaan mar kale u yeerayaa Cabdiqani Saciid Carab, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, oo runtii markii dhaweedna noo sheegay inuu mar kale nagu soo laabanayo. Wuxuu noo sharaxayaa xiriirka kubadda cagta iyo shaqada uu hayo. Welcome, Cabdiqani. Assalaamu alaykum. Hadday waxaan ballan qaaday inaan ku soo noqonay halkan, waxaan rabaa marka hore barnaamijkeena ani aan ka hadli doono wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood. Marka u horeysa inaan kubadda cagta taariikhdeeda wax yar idinka siiyo. Marka xigta, Soomaaliya maxaa ka socda, xaggee maraysaa Soomaaliya inaad ogaataan. Marka saddexaadna waxaa imaaneynaa maxaan ka wada shaqayn karnaa. Saddexdaas qayb waaye wixii aan ka hadli doono. Haddaan marka hore ka bilaabo horta xiriirka Soomaaliya kubadda cagtu aasaaskiisii ugu horreeyay wax walba meel laga soo aasaasay leeyihiin. Aasaaskiisi wuxuu bilowday 1951 ayuu bilowday aasaaskiisii. Laakiin hay-adda kubadda cagta adduunka ee FIFA waxaa laga aqoonsaday 1962 ayaa laga aqoonsaday. 1951 waa markii la aasaasay. Xilligaas dalka xoriyad ma haysan, wadanku xor ma ahayn xilligaas. Gumeystaa joogay marka uu kubadda cagta Soomaaliya ay shaqaynaysay. Kubadda cagta Soomaaliya markay shaqaynaysay ma aysan jirin wadanku dowlad ma lahayn. Xilliga gumeysta jooga ayay shaqaynaysay. 1962 marka la aqoonsaday ahayd xoriyadda waxaa la qaatay waa 1960. Laba sano kadib waxaa lagu dadaalay inay wadankii marka xoriyad qaatay kubadda cagta la aasaaso. Aasaaskaas waa markii ugu horreysay ee kubadda cagta Soomaaliya la aasaasay. Soomaaliya kubadda cagtu waxay xubin ka tahay hay-adda FIFA, xubin ka tahay oo ah 211 waaye. Football Association ayaa hadda caalamka jirta. Hay-adda FIFA membran ka nahay. Qaaradda Afrika xubinaa ka nahay, iyadana membran ka nahay oo 54 dowladooda. Bariga Bartamaha Afrika xubinaa ka nahay oo 12 dowladooda. Carabtana waxaan ka nahay xubin oo 22. Intaas oo meel Soomaaliya kubadda cagta xubin buuxda ayay ka tahay. Isla markaasna waxaan ka qayb galnaa ciyaarahooda dhan. Waa ka qayb galnaa ciyaarahooda dhan, waa laga qayb galaa. Intaas oo meel xubnaha aan ka nahay waa carabta, waa Afrika oo laba, iyo kan caalamka. Waxaan rabaa inaan idiin soo koobo kubadda cagta baysekeedu waa Muqdisho, waa magaalo madaxda. Waxay leedahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo dhisan. Waxay leedahay kooxo jiray, leedahay klaabis ay leedahay. Xilligii marka la fiiriyo lixdamaadkii ilaa iyo dowladdii dhexe ay ka dhacaysay, waddanka dhan waxaa ka jiray 9 klab ka jirta keliya. Waddanka dhanba 9 klab u lahaa, kasoo bilaaw lixdankii ilaa iyo marka lagu yimaado 1999 oo dowladda dhexe ay dhacaysay. 9 klab ayaa shaqayn jiray. 9 klabna waxay hoos tagayeen wasaaradaha dowladda oo ay caawinayeen markaas, maadaama waddanku dhaqaale lahayn. Hadda burburka kadib wixii dib loo dhisay, markii dib loo dhisay kadib hadda klaabyada ay waddanku leeyahay waa 25 aan maraynaa, oo 10 klaab ay yihiin kuwa heerka koowaad dheela, sida loo yaqaano Premier League oo kaleeto, booskaasoo kale dheela. 10 klaabna waxay dheelaan Division 2 ay dheelaan, 7 waxay dheelaan midka saddexaad. Intaas buu qaybsan yahay. Waddanku wuxuu hadda kaloo leeyahay oo laga aasaasay isagana youth wax la yiraahdo, oo asagana liig ciyaara, oo hadda sanadkii labaad socda, oo 14 kooxooda. Kubadda cagtu intaasi horta ay macnaha aan rabaa inaan history aan idin dulmaro. Waxaan rabaa marka ma ugu talagelin meesha inaan cashar ka bixiyo, ma ugu talagelin. Laakiin waxaa ugu talagalnay inaan hintis yar idinka siino, fikrad yar inaan waddanka idinka siino. Waxaa laga yaabaa inta fadhida inta badan inaysan waddanku dhalnaa dhici karta.
ayso ku dhalan la dhici karta ama ayagoo daayir jiray inay ka soo tagen ayaa laga yaaba marka dadadiin la fiiriyo ee markii wadanka burbur ka dhacay oo ah 1990kii waxa ka soo wareegay 70 sano inta fadhida 70 sano ka soo wareegto 70 ka sano marka haddii daadiin la fiiriyo inta 70 jirta way yar tahay waxaan ka hadlay rag ciyaartoyga ee inta fadhida dadadoodu way ka yar tahay ee 70 sano marka laga jiraa dadadiin qaar maba jiraan macnaheedu waxa ku tusaysaa markii oo burbur ku dhacay kadib ay dhasheen qaar waxa laga yaabaa inay wadanka ku dhasheen qaar waxa laga yaabaa 2 sano jir ama 3 sano jir in dalka la keenay dalkaan la keenay dhici karto marka wax badan kala ma socon karaan kubada cagta inta marka wixii asla qaban lahayn aan ka hadal lahayn ah waxaan aniga door biday inaan fikir yar ka qaadataan Soomaaliya iyo kubadeedii iyo meesha ay maraysay iyo wadanka sidoo yahay inaan fikir yar ka seeno maaha 10 fikrada qaadanaysa mana aan ugu talgalin meesha inaan 10 dheer ku bixino oo ma ku soo diyaarin waqtigeedina maaha een halkaan horta u jeedaan waa garoonkii oo stadiyo saddex magac u leeyahay xilliga gumeystaha waxa loo yaqaan stadiyo Coni ayaa loo yaqaan stadiyo Coni waxay ku baxday waa la soo gaabiyay talyaaniga markaas meesha haystay waxay ahayd comitato olimpico nazionale ee somalo macna af talyaani waa gudiga olimpikada soomaaliyeed oo la soo gaabiyay af talyaani ahayd Coni ka maqshan taas lagu soo Coni saas ay u timid waa luqad talyaaniga la soo gaabiyay waa garoonkan waxa la dhisay 1956 la dhisay 1956 ka garoonkan la dhisay een waxa dhisay gumeystihii dhisay markaas wadanka xurmo ahayn gumeystihii dhisay ilaa hadda markana wuu shaqeeyaa ilaa hadda tartan aan u jeedin dayactir badan lagu sameeyay wuu shaqeeyaa waxaan raaw markaa hadda waa masawir duusha gud waaye laakiin heerar kala duwan soo maray garoonkan u jeedin heerar kala duwan soo maray een meesha hadda u jeedin waa garoonka aad arkayseen sidan wuxuu ahaa 1912kii 2012 noocaan u ahaa laakiin dadka ma rumaysan karaan hadda marka xagu joogaa waay waxa masuulka u soo qaatay macquul ma ahan football meel ugu dheel inay saw ekaato sama ya possible ma ya ee waxa laga yaabaa wax badan oo qurxoon in aragtayna dhici karta wax badan oo qurxoon in aragtayna dhici karta haddana laakiin waa ina dalkaaga adiga ka dhalatay waxa ka jira inaad la socoto waxa mararka qaar way fiican tahay sama is good fiican tahay kan waa hadda garoonka aad inta saabay waa garoonkan 2012 sano ahaa hadda in ciyaaraha hadda lagu qabtan heerkan u maraya maxaa u dhaxay marka halkan oo u jeedin maxaa dhex maray hadda ma loo qaadan kara garoon ma loo qaadan waxa la dhigi karaa waa meel oo lood wax ku cunto iska xira sama in heerkan uu soo maray macnaha markan ciidamo joogin lagu ma ciyaarayo wax ciyaaraha ma ka jirin ya in cid maamuleysa ma jirin meel iska furan ahayd xoolaha iska galay cid kasta iska galeysa sanadkii 2012 wixii ka dambeeyay dadaal dheer ay sameeyeen sidaan garoonka aan dib bilicisa ugu socodinayeen dadaal dheer loo sameeyay halkaan aan imid in garoonka aan soo gaarno carpetkan aan dhigno een oo macna tarafkan aan dhigno carpetkan aan dhigno laguna ciyaaro oo uu soo gaaro meel lagu ciyaaro een halkaan aan arkaysan waa garoon kale to waxa hadda aan markii horeysay halkaan u maray oo howdbu iska aha ama meel aan la isticmaalin xagaas waa markii shaqada laga waday haddana intuu joogaa bartaan hadda maraya macnaa waxaan isiinaynaa hintis kaliya waxa ma ahan 10 dheer lama bixinayo may garoonkan waxa la yiraahdaa kor uu ku qoreen jaamacadaha magciisa kan ayaa garoonka banaadir ahaa banaadir stadium een kanna waxa weeye garoonka jaamacadda waa garoonka labaad garoonka marka anaga aasaasnay meel 0 ahayd anaga aasaasnay garoomada si loo badiyo sababta hadii garoon badan aan lahayn football kama horumari karo tusaasma si garoomada loo helo marka garoonkan ay dib u dayactirnay meel 0 ka bilaawno arkaysin maanta heerkan mara dhalinyarada hadda aniga sheegay oo age kooda 17 ka hooseeyo oo 14 club ayaa league loo qabtaa hadda waxa u jeedin waa ayaga oo isticmaalaya garoonka een waa isla garoonka hadda aan ku jirno oo markii la dayactiray la dhameystiray aha aan inta waa garoonka kale banaadir hadda aan tusay kan waa kooxii oo isticmaalaya kooxii dalka ka jiray league oo socda waay een maxaa markuu soo qaatay garoomada garoomada waxa uu soo qaatay hadda wadanka ay joogtiin garoomada tirada ka bateen waxa laga yaabaa hal magaalo inay ku taalo goobaha lagu ciyaar inay ka badan yihiin een sodon waxa laga yaabaa inay ka badan tahay hal magaalo haddana meexana joogna waxa laga yaabaa meelaha goobaha lagu ciyaaro football inay aad u badan yihiin Soomaaliya laakiin
kubadeeda cagta magaalada madaxda kaliya lagu dheeli jiray marka hore laakiin maanta magaalada madaxdi sidee u agtahay garoon intee lagaystaa waxa haddaysana laba garoon oo shaqeysa garoon waxa jira marka intaanu dhan ka weyn oo 50,000 oo qof qaada oo ilaahay stadium muqdisho dadka waa weyn way fahmayaan intii xamarka timid way way qaanan aad u fahmi karaan laakiin maanta ciidana degan oo African Union aad degan ciidamada African Union aad degan kulliiba waxa laga yaabaa in social media la socoteen oo ayan dhaweeyd mar uu iimaanayay ee gudoomiyaha qaarada Afrika aan geeyay Muqdisho on boqnay waxa waa dadka football-ka kulli aad ula socdo waa dareemi karaan in maanta waxaan ku jirnaa in ciidamada ka saarnaa si garoonkaas aad u isticmaalno garoomada waxa intu seen waxay tahay in wadana leena qof kasta wadana leey caalamku nool ha fiicnaado ha hormaro ha yaraado in dhaqaalaha haysta uu haysanin problem ha ka jiro iska jir laakiin qof kasta wadana leey sax qof kasta wadana leey qof kasta markuu ku qasbanyahay wadankiisa wixii uu ka qaban karo inuu ka qabto wixii uu ka qaban karo inuu ka qabto anaga markii qaybtan ugu aadna qaybta waa qaybta football-ka waa qayb kale ma qayb football-ka marka ee nagu aadan ayaan waxaan ku talagalayna hadda oo adiga ana sib u yeelateen dadka ugu horeeyay oo maanta waxa tihiin oo dhalinyarada oo kubad cag ciyaarta oo programkan oo kale loo qabto oo aan soo hor istaago oo wadanka wax ka socdo aan hinti siir iyo sharaxaad ka sii adiga ugu horeeyay oo Yurub oo dhan marka la fiiriyo adiga ugu horeeyay een go'aankaasna waxa u qaadan waxay tahay dhalinyaradeena ku nooleed meesha oo Yurub ku nooleed ama meesha ku dhalatay ama ayagoo yar la keenay ee football ku mashquulsan inay wadan leeyeen hal xasuusiyo in football-kooda macnaha in oo still wadanka uu nool yahay hal xasuusiyo qof kasta marka dareen gaar in la geliyo macnaha qofka inuu dareen la geliyo ka bacda asaga qofku fikiray in garoomada kale ee ku yaala wadanka intiisa kale ee gobolada ah ma dayactirna waa zero laakiin dhulka waa la haystaa mustaqbalka laakiin waa lagu tagi doonaa in garoonkan hadda u jeediin waxa laga yaabaa in hadhow social media ka aragtaan football kaliya ma isticmaalo waxa kale oo isticmaala dawladda isticmaashaad mesh kali ee dawladda ee programyada ku qabsato waa yaa dayactir waa dawladda ma dayactir waxa dayactir football ka dayactir xiriirka Soomaali kubad cagta dayactir yaa qurxi xiriirka Soomaali kubad cagta qurxi yaa gacanta ku haya Soomaali football gacanta ku haysa laakiin yaa isticmaalo not only football-ka dawladdu waa isticmaashaa sawt maxay tahay meesh kasta oo la qurxiyo dadku way jeclaanayaan maanta waxaan joognaa standard oo la mid yahay garoomada kale ee Afrika ka jira Yurub ma dhahayno African ku xisaabtamayna garoomada kale Afrika ka jira ayuu la mid yahay heerkaas aan joognaa en intaas markaan uga tago garoomada en sawirkan aan arkaysaa waxa way ii sheeg in ciyaaran ka qayb galnaa oo aad u badan oo Afrika ah aan ka qayb galna muxuma ciyaartooda ka qayb gashana inta badan dalka ka yimaadaan waa kuwa kooxaha hadda aan in midal inii ku sheegay macnaha ay ka mid yihiin ciyaartan waxay ka dhacday garoonka Addis Ababa ay ka dhacday ciyaartii u dambeysay aan dheelan waxay ka dhacday South Sudan kulli hadhow arki doontiin gadaal aan ka soo doonaa daleedmo laakiin inta maxaa u soo qaadana waa waxaan u soo qaadanay sawirkan standardkeena kubad cagta xageen mareena standardkeena kubad cagta waxa mareena ina dhamaan Afrika tartamada ay ka qayb gasho aan ka qayb galno aan mareena ina badisid iyo in laga badiyo wax kala waa laakiin waxa muhiim maxay tahay ma ka qayb gali karto horta ma tagta adiga ma ka qayb gashaa koox qofku markuu meel tago oo ka qayb gal sameeyo oo guuleysana ama lagu guuleysana haduu ka qayb galin laakiin guul ma imaanayso guul daran ma imaanayso waxaan ku dadaalnaa marka in aan ka qayb galno ciyaaraha Afrika oo dhan inaan ka qayb galno oo levels kala duwan ah ciyaaraha ka qayb galna marka waxay yihiin kuwa da'doodu ay ka bilaabanayso 17 sano kuwa ka hooseeya waxaan ka qayb galaa ciyaartooda 15 iyo 16 jirta ka qayb galaa waxaan ka qayb galnaa kuwa 20 jir ka hooseeya waxaan ka qayb galaa 19 18 17 kuwa jira waxaan ka qayb galaa kuwa 30 jirka hooseeya iyo kuwa senior level-ka oo ku horeeya inta baa laga qayb galaa inta baa laga qayb galaa ciyaartooda ka qayb gasho muhiimadeena marka oo rasmiga ah oo aan u socono oo programkeena maanta uu ku taxan yahay ayaa wuxuu yahay
anaga xiligsoon kubad cagtaana wala soomaaya wa dareema waxaan ku soo koobi rabaa inaan hintiskaas yar horta wadanka ka haysataan maanta marka inta maxaa u nimid way oo kulankan u dhacay ujeedada kulankan u dhacday maxay ahayd horta koob marka wax u mahad celinaa sida hadaay aan sheegaba Epson iyo hanad oo ay abaabulkan qayb weyn ka lahaa laakiin fikirkana anaguna qayb weyn ku lahayn sidoo kale inta hadda meetinka ku jirnay hoolka sharaxaad uu bixiyay ninkaas oo agentiga aad u fiicnaa in ciyaartoydu ay ogaan karaan waxa adduunka jira maanta football-ku wuxuu maraa ganacsi weyn uu maraa maanta ganacsi weyn uu maraa hal wadan ayaa wuxuu ka faa'iidayaa hal ciyaartoy hal famil ayaa wuxuu ka faa'iidayaa hal ciyaartoy wadanna waa ka faa'iida famil waa ka faa'iida hal ciyaartoy kaliya hadii marka ay ka sii bataan maba ku sii jirtaba waxaan rabaa inaan tusaale kugu soo qaato ninka yiraahdo Drogba waa taqaaniin wuxuu ka yimid wadanka yiraahdo Ivory Coast Ivory Coast magaalada madaxda kuma nooleen wuxuu ku noolaa meel tuula ku noolaa waxayna ahayd meesha Ivory Coast markii dagaalada dhacayeen ay dagaalada ka soo bilaawdeen meeshaas uu asoo ka yimid markii football ka talentigiisa uu kor u soo kacay waa ogtiin meesha uu soo gaaray ilaa in Premier League inuu ka ciyaaray Ingiriiska uu ka ciyaaray Chelsea lacagtii ugu horeysay uu qaatay labada sano ugu horeysay markuu shaqeeyay sanadkii saddexaad wadankiisa wuxuu ka qayb qaatay in uu dagaalada Saudi uu joojiyo wuxuu fannin ku bixiyay 3 million ah oo wuxuu ku bixiyay meesha uu asagu deganaa oo dagaalka soo bilaawday inuu dagaalada ku joojiyo wuxuu fannin geliyay ciyaartoydi wuxuu la hadlay sida hadda uu hadlayno waxa ka yimid ciyaartoy badan oo hadda caalamka ka dheeshay ah Ivory Coast ka timid fanninkaasna asaga geliyay yaa ka faa'iideysa marka daldana ka faa'iideysa culad ayaa ku istaagtay yaa ka faa'iideysa ciyaartoy kale ka faa'iideysa fannin geliyay waxay ku tuseysaa marka football-ku kaliya in la ciyaaro waa ka weyn yahay in la ciyaaro kaliya uu ka weyn yahay wuxuu wataa investment wuxuu wataa nabad wataa wuxuu wadaa isku xir wataa wuxuu wataa inuu daldan bedeli karo wadanana uu bedeli karaa wadan oo si xun hadda u eeg ayuu wuxuu bedeli karaa si fiican waxaa ka mid ah ciyaartoy kale oo soo qaadan kara Liberia George Weah waa la socotay dalkiisa wax ka dhacay asagana ilaa markii uu yimid Milan oo ka tagay wuxuu gaaray in la yiraahdo in madaxweynaha dalka loo doorto ma la iska dooran lahayn laakiin wuxuu ku gaaray inuu wadankiis investment geli oo asna colaad ka socoto u joojiyo kulli magaalada madaxda kama imaan sida caalamka la ogyahay all international players ka arkaysan oo professional ka ah kulli dad faqiir ka yimaadeen waxba haysan ya dad faqiir oo waxba haysan ka yimaadeen ma jiro ciyaartoy wadan macna dad dhaqaale ka dhashay ma la helay oo talent ah ma la helay maxaa u soo qaatay marka laba sanin labada ninba african waay labada african waay african saada la socotiin talent players ugu fiican ayaga iska leh laakiin wadamo kale waxa jira dhaqaale haystaan garoomada haystaan laakiin ciyaartoy talent ma haystaan yaa kamida asia kamida hadda marka la isbarbar dhigo asia africa en marka fiirisan league europe yaa ku badan ciyaartoyda africa iyo asia ku badan africa ku badan sama africa hadda waxay ciyaarsanaysa en latinka kaliya ka horeeya maleena ayaga number 2 ku jiraan africa latinka kaliya ka horeeya marka la barbar dhigo latinka wax ka wada en brazil iyo argentina iyo uruguay dadka imaan marka la fiiriyo africa ayaa hadda number 2 ku xigta eeshii dhaqaale waheystaan tobaykiin adduunka dhaqaaladu waa u sarreeya dadkooda aad u badan yahay nambarka facility-ga ay garoomada haystaan aad u badan yahay laakiin ciyaartooda haystaan maxay waa zero waxaa laga yaabaa 10 sano in halka soo baxo malab inuu ka soo baxo laga yaabaa ya marka talentiga afrika way haystaan laakiin maxaa maqan dhaqaale ayaa ka maqan dhaqaale marka aad abuuridiis muxuu ku yimid in ciyaartooda investment ay bixiyaan oo nin walba dalkiisa oo uu noqdo waxa idin soo qaadanaya ugu dambeyn jasiirad yar oo la yiraahdo Cape Verde Afrika waxay kaga taala dhinaca oo badda waxay kaga taala west ee kaga taala Cape Verde waxaan maleynaa ciyaaraha la socotiin in waxa jiro African Cup of Nations laba sano mar la qabtaa sanad ku dambe hadda la qabtay Cape Verde xagee soo gaartay waxay soo gaartay quarter final dadkooda 2 million ma dhama waxaan maleynaa malin iyo xogaa dadkooda dhanba aad u yaryahay xagee ka keenay ciyaartooda ma maleynaysi inay Netherlands ka wadaan ma maleyn kareysin dadkood ugu badan ee Netherlands ku nool waxay ku nooyeen Rotterdam ku nool yihiin soo sax ma ya Rotterdam ay ka wadeen maxay ku sameeyeen kulan noocaan ay ka weynay sameeyeen connection ay sameeyeen waxaa timid inay halkan ka wadaan ciyaartoy badan wadankooda geeyaan ay markii dambe u ciyaaraan national team-ka ay soo gaarsiiyaan Cape Verde xataa Afrika wadamada la garanayo ma isku jiraan jasiiradu ay qofkii loo sheegay xataa Cape Verde waxaa laga yaabaa inuu dhaho xagee ku taala Afrika miya xataa meel ku taala ma aqoon maanta waxa ku jirta top Afrika wadamada la yaqaan ku jirtaa
een man dat ma en maar hij dat is ik en dat kun je nog maar lopen in maar dan. Toen zei als merk als je nou zo gaat in een dat ku kaffe die zijn aan een her ku garen dat ku jogen hij dat ku diep de ku nooit ku garen. Wat hij aan ons nog een merk en maar hij dat. دلوع الموضوع صح هذا أصلاً غنينا مركب. تسألون كذا عن بهني، أولاً هذا أدري مكرت هذينك، وحأصعنا إنا سمينه، وحلي رادو إسكحر إنا سمينا رمنا، ما حاسكحرنا، وحاسكحرنا دلك، سومالي دي جوكت دلكي، يو حاسكحرنا سومالي دي جوكت دي بده. أنا سياسة كم شغال، سومالي دم إسكحر يعني شغال مكولي. بوسيش هنا جوا بوسيش هنا جوا حاول كبد عقده فوتبول كواه ما عمرك مسؤول نجس سارن تاه فوتبول يا عمرك مهمة وحامهمة عيارتوي ده كنول معلي هذا وضن كا إن لو إن يكون إيه كنول دبده إن لسكو حرم important هو إن لهلو معلمين تكونوا